Welkom bij een nieuwe video. Leuk dat jullie kijkt. Ik ben vandaag met Nikki en wij zijn net geland in Kiev. Ik ga zo vertellen wat we allemaal gaan doen hier. Ik ga vanaf nu weer 4 weken vloggen dagelijks. Dus als je onze reis naar Thailand wil volgen, dan... Ik vertel nu pas dat we naar Thailand gaan. Maken. Maakt niet uit, lekker warm. Maar ja, dus als je onze reis wil volgen, dan kan dat nog via mijn YouTube kanaal en haar YouTube kanaal. Die zal ik linken in de beschrijving. Ja, wat gaan wij hier doen? Het is eigenlijk allemaal heel leuk. We gaan eerst, ik ga het allemaal uitgebreid vertellen van de week, maar ik zal het even kort. Wij hebben allebei een online business en allebei heel anders. Maar wij zijn dus uitgenodigd voor een mastermind. En ja, vertel jij het maar, jij kan maar iets beter over die mastermind. Ja, echt. Ja, nou ja. We gaan dus verblijven in een villa met andere online ondernemers. Ja. Je ziet alleen mijn mond. Ik kan niet goed filmen. Ja. We blijven dus in een villa met andere online ondernemers. En daar gaan we zeg maar allemaal vertellen wat we doen aan elkaar. Ja. En dan gaan we een beetje elkaar kritiseren zeg maar. Ja. En meedenken over wat je anders zou kunnen doen of zou kunnen verbeteren in je bedrijf. Ja. En... Want dan heb je allemaal andere visies van weer mensen die het heel anders doen. Maar toch een beetje hetzelfde, want hun hebben ook allemaal een online business. Ja. Ja, dus eigenlijk elkaar helpen. En dan de andere 5 dagen hebben we samenwerking met een hotel. En daar gaan wij een speech geven, als gastspreker eigenlijk. Ja, op een event. Over een event. Ja. Dus dan gaan we, moet ik voor het eerst voor het publiek en dan in het Engels. Maar eigenlijk ook gewoon over ons verhaal eigenlijk delen. Mijn arm is echt bij. En daar komt allemaal nog meer over. Maar als je dus ook wil leren, als je meer wil leren van hoe volg je je dromen, hoe zet je een online business op, hoe ons leventje eigenlijk gewoon is, dan zou ik even abonneren. Want dan blijf ik de hoogte van nieuwe video's en dan, ik denk dat wij daar ook wel heel veel over gaan vertellen tegen jullie. Dus ja, ik heb er zin in. Ik ben heel moe. Nou, ik ben ook al moe. Ja. We hebben nog zo lang te gaan. We hebben nog heel lang te gaan. Wij zijn net aangekomen in Bangkok. Daar een vlucht van 10 uur. Zo kapot is, zie je wel. Het is echt normaal. Maar ik voel me ook heel raar. Dit is de eerste keer waar ik zo naar mijn vrienden. Jou niet. Ja, dat is lang. Ja, echt elke keer. Ik voel me echt alsof ik gewoon uit elkaar moet vallen. En nu moeten we in een hele drukke bus. Er zijn heel veel irritante jongens. Mijn camera gaat uitvallen. En ik ga ook uitvallen. Nikki en ik zijn net aangekomen in het hotel. En we hebben allebei een eigen kamer en die is zo fucking ziek. Ik zal het jullie morgen even laten zien. Maar het is net een droom die uitkomt dat je hier gewoon gratis mag verblijven. Maar ik ga het morgen laten zien, want dan kan je het beter zien. En nu ga ik naar Jeroen. Die heb ik net leren kennen. Hij heeft deze samenwerking eigenlijk geregeld. Ik ken hem via Instagram. En we wachten even op Nikki. Hier is de gym. Daar ga ik morgen heen. Even aan het vloggen. Is Nikki hier? Zit hij hier zo? Dit is Jeroen. Het is niet heel veel nodig, maar in principe is alles wat je nodig hebt. Van als je wil filmen of wat dan ook. De gym. Oh, lekker koud hier. Oh ja, hier heb je gewoon. Ik heb eigenlijk alleen gewichten meestal nodig. Af en toe die zo. Zo nice. Ja, ik ben helemaal blij. En de gym zit gewoon naast ons, hè? En dan dit, dat je, als je hier zo aan het rennen bent en dan zie je dit uitzicht. Toch geweldig. Ik wil je denk ik echt niet meer weg. Wat doe je ons aan? Ik wil je denk ik echt niet meer weg. Wauw. De eerste part, you can just chill out, play pool. Oh my god, this is so nice. PlayStation. This is the work lounge. And this is it's basically so where I will here can you have meetings. Work. Yeah. Yeah. So we have Apple TV here, so we can use the screen tomorrow.
Oh, tomorrow we're sitting here. Yeah, we're just sitting here at the big table, probably. Whiteboard. Perfect. We have free coffee here, iced coffee. It's an office with a view, but you cannot really see it right now. Oh, okay. When it's light, then it's pretty damn crazy what you can see here. Oh my god. Maar zo wil je toch elke dag werken? Dit wil je toch helemaal anders? Wow. Full moon trouwens. Oh, full moon party? Ja, is morgen denk ik op Kopenhagen. Nee, dat is vanavond. Is vanavond al full moon party? Ja. Wauw. Oh. Daar wil ik in liggen. Die hangmat. Ja, dat kun je, kun je ook wel een leuke foto maken denk ik. Ja, inderdaad. Where are you guys then? 6-1. It's on the other side of you, I think. This. Are you like a swim bloggers? Now, yes, and blogger social. Yourself. Yeah. No. Today I'm here in the blog. Look at this. Well, yesterday. Are you just started? It's amazing. Yeah. With the vlog. With the vlog. Yeah. Nice. I should maybe do this. Mm-hmm. Yeah, you should start today. And this is the bar. That's Dutch. Yeah, sorry. You Dutch? Yeah, man. Ik heb net eventjes omgekleed. We hebben net al die mensen ontmoet van de mastermind. En ik wil jullie nog niet de kamer laten zien, want hij is zo mooi. Alleen ik denk dat het, als het overdag is, dat het meer, ja, dat het meer tot z'n recht komt, zeg maar. Ik ben zo kapot. Ik had de nacht dat we weggingen. Nee, wacht, even kijken hoor. Zaterdagavond heb ik maar 4 uur geslapen. En het gingen we zondagochtend weg en nu is het maandagavond. Dus wij hebben eigenlijk gewoon niet geslapen, niet in het vliegtuig. Het is echt een enorm lange reis. En ik zou dat niet zo snel weer opnieuw doen, zo vaak overstappen. Want wij zijn volgens mij zijn we echt serieus 30 uur onderweg geweest. Alles bij elkaar dan, hè? Vanaf dat je van huis weggaat tot hier. Maar we hebben net die mensen van de mastermind groep ontmoet. En dat zijn dus allemaal online ondernemers. En ik heb heel veel zin in morgen, want ik ben benieuwd wat ze allemaal doen. En morgen moet iedereen even een korte presentatie houden over zijn of haar bedrijf. En dan gaan we elkaar eigenlijk helpen om verder te komen. Dus ik zit 5 dagen met hun dan. En ik mag 10 dagen in deze kamer blijven. Oh my god. Dat is zo geweldig. Maar Nikki en ik die zitten dan daarna zeg maar nog 5 dagen. Ja, zeg ik het goed? Ik ben zo kapot dat ik gewoon niet eens meer kan nadenken. Maar Nikki en ik die zitten hier daarna dus nog 5 dagen. Hebben we gewoon nog een samenwerking met het hotel. Ik, serieus, echt, ik kan gewoon niet geloven. Ik leef dit droomleven en het wordt alleen maar beter en beter. En ik had gewoon niet kunnen denken 2 jaar geleden toen ik nog bij een zonnebankstudio werkte, dat ik ooit dit zou bereiken. Ik had het wel gevisualiseerd en met de wet van de aantrekking allemaal, uitgezonden, maar dat het echt zou gebeuren is toch altijd, toch had je een beetje twijfels ofzo. Maar ja, ik ben zo blij. En ik wil ook, ik zat met Nikki ook te denken van, ik wil eigenlijk nog een cursus ofzo voor jullie maken. Hoe je de wet van de aantrekking toepast, zodat jullie ook je droomleven kunnen gaan leven. En ja, misschien als je hier nog nooit van hebt gehoord, denk je echt wel, praat jij over? Waar gaat het over? Maar het is super interessant. In het Engels kun je er heel veel over vinden, Law of Attraction. En in Nederland eigenlijk nog bijna niet, dus ik dacht van, dat moet ik dan eigenlijk gewoon gaan doen. Want dit moet iedereen gewoon weten en kennen. Want als je dit gaat gebruiken bewust, dan kun je echt alles krijgen wat je wil. Dat is echt te bizar gewoon. Maar ik ga naar Nikki toe, die zit in een andere kamer hier naast mij. En dan gaan wij even het stadje in. En dan moet ik dus vanavond nog mijn presentatie gaan maken. Maar ja, komt wel goed. En anders verzin ik wel wat. Mm. Wij zijn net bij de vismarkt. They say the coconut is better. This is Richard. Hello. Hi. Introduce yourself. My name is Haider. Danny here. Oh, you saw him already? Chopstick man. En Nikki. We got a coconut. Oké, het is heel raar om Engels en Nederlands door elkaar te praten. Super lekker. Ja, hij is echt heel lekker. And you got some single rice. Sticky rice with mango. Yes, and nice. Coconut there. Oh, so nice. Kijk naar dit allemaal. Volgens mij. Looks so good. Seriously, you should rip the part off. Just taste it. This is so good. Aardappel. Maar het smaakt echt naar chips. En Nikki en ik hebben een gin tonic
en een sticky... Mango sticky rice. Mango sticky rice. Daar heb ik er nog nooit op. Ik ben heel benieuwd. Er zit kokos, sap overheen, kokos. Oh, lekker. Yeah. En kijk wat hun hebben. Het is communist. Hun hebben ijs. Very, very dat is helemaal van kokosnoot gemaakt, toch? En geen suiker. Super chill. Wat is het? Coco Tams. Oké, dat is echt super leuk. Hier die schommels. Dan shisha hier, roken. Dit is echt zo chill. Deze beachbar. Daar is de DJ. Hier heb je allemaal ja, chill plekken, denk ik. En een poolbar. En hier zijn Nikki en Jennifer. En de jongens willen shisha doen, volgens mij. Ja. Oh, wauw. Wacht, ik ga meedoen. Oh, dit is zo mooi. Ik ben net weer terug van het dorpje en het was echt super gezellig. Die mensen zijn echt allemaal stuk voor stuk zo leuk en zo lief. En ik ben benieuwd hoe de komende 5 dagen gaan zijn en wat ik allemaal van ze kan leren. Ik ben zelf nu terug naar bed gegaan, of naar de kamer bedoel ik, en Nikki ook. Want wij hebben echt even slaap nodig. De rest gaat nog wat drinken in de bar. En ik moet even mijn presentatie nog voorbereiden dus. En dan ga ik lekker slapen. En mijn vlog editen, denk ik. Ik ga de vlog afsluiten. Dankjewel voor het kijken. En dan zie ik jullie morgen weer.